We zijn er ready voor. Steven Alfaisi, hij is, bijna moet ik zeggen, de oude nieuwe voorzitter van Doe. Hij is onlangs weer gekozen tot de voorzitter van deze politieke partij. Zo zoetjes aan naderen wij het moment waar partijen gaan campaignen. En u weet, de campagnes van een politieke partij leiden ertoe om het programma waar zij achter staan, van hoe ontwikkel ik het land, wat wil ik doen in het land, dat te verkopen aan het electoraat. Die zal op haar beurt bij de verkiezingen gaan stemmen op partijen, op mensen die deel zijn van partijen. Dat is nog zo, ook bij het nieuwe stelsel. Zal dat zo blijven, dat je stemt op de mensen die op de lijst zijn. Het is goed dat we partijen aan het woord laten. Zeker wanneer er belangrijke ontwikkelingen zijn als het kiesstelsel. Maar ook de jaarreden waarin de president het beleid heeft uiteengezet. De jaarreden is gekoppeld aan een begroting. En politieke partijen binnen het parlement en daarbuiten, die kijken, die maken analyses. En zoals we dat gewend zijn van ze, komen ze meestal uit om op basis van het voorgenomen beleid hun mening te geven. Nou, daarom hebben we de voorzitter van Doe, ook in dit programma. En we hopen dat ook hier die mening vrij naar buiten kan komen. Welkom in het programma To The Point. Thank you. Okay. Ja, laten we beginnen. U heeft zeker, en het zijn misschien niet direct, maar zeker daarna, maar ik ken politieke voorzitters die luisteren, proberen direct te luisteren naar de jaarreden van de president. Was het dezelfde jaarreden? Was het dezelfde lijn? Of zegt u, er is meer naar buiten gekomen? Ik heb vol aandacht geluisterd. Ja. Hoe heeft u dat ervaren? In ieder geval bedankt voor de gelegenheid, zoals we gewend zijn. Maar elke politicus, of je nou voorzitter bent of niet, behoort te luisteren. En als je niet geluisterd hebt, te lezen. Omdat dat van invloed is of impact is op hoe het land de komende tijd, het jaar, bestuurd zal worden. Dus ik heb ook geluisterd. Eén ding viel wel op, is de toon waarop de president deze jaarreden heeft gehouden. Ik zou proberen een beetje sakafasi te praten en een boetekleed aan te trekken en te zeggen van mea culpa, ik was verkeerd, ik was te optimistisch in mijn benadering als het gaat om mijn campagnevoering, maar ook als het gaat om mijn vorige jaarredes waar ik een aantal beloftes heb gedaan die in feite dus niet zijn gerealiseerd. Is het, ik heb hem maandag bij de weer in de uitzending gehad. En een van de vragen en ik stel, is het te laat gekomen? Want je dacht eerder in de termijn was al duidelijk dat het iets anders was mogelijk dan de coalitiepartijen hadden verwacht. Ja, er zijn persconferenties geweest, de schulden zijn aan het volk voorgehouden. Is die is de uiting van we hebben te hoog gemikt, guys, we komen even terug naar de realiteit. Komt het te laat? Het komt te laat. Te laat in de zin van, dus, we zouden zeggen dat Necha Mushaga Parijs, omdat het bijvoorbeeld dat duidelijk was dus dat de doelen die gesteld waren te hoog gegrepen waren of in ieder geval loze beloftes waren. Elk één, als we daarna zouden kijken, kon zien dat dat niet zomaar zou gaan. Wij zijn een van de partijen dus die niet stonden te springen en zeggen van ja, als wij aan het bewind zijn, zullen we dus de koers terugbrengen naar 2 of 3 op de dollar. Dat hebben we niet gezegd, omdat het niet realistisch is als je uit een crisissituatie. Je zit midden in een grote crisissituatie. We praten over financieel-economische crisis. En voordat je herstelt, zal je een aantal maatregelen moeten doorvoeren die impact zullen hebben en die zullen inflatie genereren. Daar moet je mensen op voorbereiden en je moet eerlijk wezen om dat te zijn. En in dat stukje is er geen sprake geweest van eerlijkheid. Ja, kunt u zich wat bij voorstellen als de president zegt, de informatie die ook instituten hebben gegeven aan de toenmalige oppositie heeft ons op een dwaalspoor gezet? Nee. Moet er wetgeving komen, los van dat rekenkamer en dat soort
zaken, commissies, althans de staatsschuld, et cetera, dat het duidelijk bijgehouden moet worden, dat alles geregistreerd moet worden. Daar zijn de wetten duidelijk over. Maar dat er bij overdracht een overdrachtprotocol moet komen waar duidelijk de wet verplicht stelt wat er moet worden overgedragen. Want bij overdracht hebben we ook, ik heb dit maar gezien en ik heb dat maar gezien. Moet dat geregeld worden voor eens en voor altijd? Dus NSS-wetgeving, dat is niet de enige wet, om even terug te gaan. Het is niet de enige wet waar in feite er sprake is van wetgeving, maar men zich niet houdt aan wet. Weet je, en er geen sancties als zodanig zijn. Dus dit is weer een voorbeeld. We moeten dus niet gaan naar een situatie waar we in feite een oerwoud van wetten gaan maken en steeds een wet. De kunst is en de verplichting is om wetten na te leven. En al zou er geen sprake zijn van een wetgeving, maar je inborst, je integriteit en het principe van good governance, goed bestuur, moet jou laten weten dat ik eerlijk en openbaar bezig moet zijn naar de samenleving toe. En dat is niet de situatie geweest. Dus dat was vanuitgaande van de vorige regering. Het feit dat heel veel stukken in dozen waren op het ministerie van Financiën. Dus in feite zou iemand zo afgestraft moeten worden, zo'n minister. Dus dat zou een onkant situatie moeten zijn. Maar dat is één kant van het verhaal. Het andere kant, deel van het verhaal is dat in principe met de informatie die beschikbaar was en wat je verwacht aan te zullen treffen, kon je dus in principe, je zou jezelf voor de gek houden om te denken dat de situatie rooskleuriger was dan dat je dat had voorgehouden. Dus nogmaals, het is een drogreden als je zegt van ik wist niet wat de situatie was. Ja, wij bijvoorbeeld, we hebben niet gezegd dat we de koers, we gaan natuurlijk zeggen van er zullen maatregelen getroffen moeten worden, financiële maatregelen, en dan gaan we dat voorhouden aan de samenleving wanneer we dus die evaluatie hadden opgemaakt. Dat zou je moeten zeggen. Dan zou je eerlijk moeten zijn. Maar reeds wij wisten dat het niet makkelijk zou zijn. Ja. En de gang naar IMF was in feite bijna geen discussie meer. Want waar zou je geld nog kunnen krijgen om de economie te draaiende te kunnen houden? De enige optie was IMF. Ja. Mensen kunnen een ander verhaal vertellen, maar dat is gewoon in feite, sorry dat ik moet een beetje flut verhaal, ja. Maar het is in principe dat met een lage rente dat de enige weg was IMF. En ik heb persoonlijk zeggen, wij hebben geen problemen met IMF. Het is de wijze zoals je dat uitvoert. En heel in een vroeg stadium moet je een maatregel treffen die je zou moeten treffen. En wanneer je kool en krijt wil sparen, dat wil zeggen, wanneer ik zeg van het gaat niet om de samenleving, wanneer je in feite sponsoren wil besparen, en dat zien we nog tot de dag van vandaag in de kwestie van BTW, dat in feite grote delen kapitaalkrachtiger worden gevrijwaard, dan zien we dus dat het niet kunnen doorvoeren van bepaalde maatregelen daadwerkelijk mensen beschermt, de grote bonzen, maar in ieder geval de samenleving daar schade aan heeft, grote delen van de samenleving. Ja. En dat is wat wij zeggen, dat niet de juiste maatregelen binnen het kader van het herstelprogramma zijn getroffen, dat je in een heel vroeg stadium. Wij hebben ook geen problemen met subsidie afschaffen, maar de juiste subsidie. En twee, dat je een goed sociaal programma in place hebt, zodat je die slagen waarvan wij weten dat die zullen komen, dat de prijzen zullen verhogen, dat je dat kan opvangen. Ja, vangnet dus. Ja, maar die was er niet en nog steeds is het er niet. Men zit te krabbelen. Ik zag laatst nog dat men bezig was mensen op te roepen dat men richting Wanica gaat om moneykaarten en dergelijke. Terwijl de mensen doodgaan, zit je nog met administratieve zaken. We zitten in jaar 3. Dus wat zou je me kunnen uitleggen dat ik je moet geloven dat het zo is? Ja. Nogmaals, ik gaf aan dus de toon. Maar de toon hebben we dus niet geloofd. Het is een moment dat we hebben gezegd van daadwerkelijk eindelijk, weet je, zeg, haha, eindelijk heeft die president gezegd van wat ik had verteld was campagne retoriek. En daarna in de jaarredes ook een beetje
uit de hoogte te doen, window dressing, maar dat was niet de realiteit. Omdat, ik hoef ze niet te herhalen, geen van de zaken die zijn, toen zijn voorgehouden, de meeste van die zaken zijn niet gerealiseerd. We zitten op een inflatie van bij de 60, we praten over 53. En de president in zijn jaarrede zegt van we gaan het terugbrengen naar de 35. Wie houdt wie voor de gek? Terwijl je nog prijzen, BTW-zaken moet gaan doorvoeren. 10% bijvoorbeeld BTW op benzine gaat ervoor zorgen dat er een multiplier effect ontstaat richting de, alle sectoren. Weet je? Dus nogmaals, wat we nodig hebben in leiderschap zijn, is eerlijkheid, openheid, transparantie, voorhouden. Ja. Zeg van, dit zullen de slagen zijn. Dit zijn de maatregelen die we zullen treffen. Zo gaan we dus de armen beschermen. Ja, maar we moeten die maatregelen treffen. Ik hoef niet gevrijwaard te worden. Ik ben geen rijkaard, maar ik kan redelijk in mijn onderhoud voorzien. Ik zit misschien in een bepaalde klasse qua inkomstengenerering. Dus ik hoef niet gesubsidieerd te worden. Ja. Maar wat about die arme vrouw, ja, op Abra Broki, op Leiding, ja, Kwarasang? Hoe doen we? Wat about de mensen in het binnenland? Ook op Noord, hoor. We springen vaak over Noord. Middenstand is weggevaagd, in principe, Wien. Ja. Ik ken heel veel mensen dus die een heel stabiele middenstandsniveau hadden en dus nu veroordeeld zijn in Wena om te gaan surviven, elke dag weer om te kijken hoe leven, hoe betaal ik mijn schulden. Ja. We staan er niet bij stil. Een heleboel bruggen heb je op Noord en echt over die bruggen heet ook Abra Broki van Noord tegenwoordig. Heeft u beleid, als we kijken naar de beleidszaken die zijn gelist, heeft u daarin wel wat licht gezien van maar als we dit daadwerkelijk kunnen ontwikkelen, dan hebben we die inhaalslag gemaakt. Want aan de ene kant, en de president zei dat ook, het volk heeft gegeven. En eigenlijk is de kunst zou nu moeten zijn, er is wat rust. Op het economisch vlak, monetair. Maar dat zijn cijfers. Ja, stilte voor de storm. Dat voelbare is nog niet in de zak. Heeft u zaken gehoord daar in de listing van de beleidsmaatregelen waar u zegt van als ABC tenminste gedaan kunnen worden, dan zal dat het volk goed doen? Ik heb dingen gehoord die ik al eerder had gehoord, dus herhalingen. Maar ze zijn dus nog niet uitgevoerd. Een van de zaken is waarmee we zitten, is dat je dat geld gaat halen waar het zit. Om in ieder geval onder andere je sociaal vangnet te kunnen financieren, maar ook investeringen die nodig zijn te plegen om die productiviteit te laten toenemen. Onder andere praten we de goudsector over royalties waar men nog zit te bakkeleien en te vechten over brengen we het naar 7% of niet. Dat is nog niet gerealiseerd. Je inkomsten vanuit je importen, toch? We zitten te vechten nog steeds met het zaken op bij de douane, de invoer accijnzen, dat we dus nog niet in staat zijn dat in orde te maken. We hebben gezegd dat we dat gaan doen. Daarnaast praten we ook in termen van zaken dus die te maken hebben met BTW, dat je geen, laten we nemen dus dat van het casino wezen, dat we ze niet vrij waren, maar dat we daadwerkelijk daar dat geld gaan halen. Dus er zijn een aantal zaken genoemd die een beetje meer lijken op window dressing, omdat ze, ik begin en de meeste mensen in de Surinamers hebben het geloof verloren dat zaken die genoemd zijn daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd. Omdat er belangen spelen, financierders van politieke partijen, omdat ze financiële belangen hebben, dat die maatregelen die voor geld in het laadje moeten zorg dragen, dat in feite dat die gerealiseerd kunnen worden. Dus nogmaals, ik heb geen echte zaken gehoord waarvan ik zeg van, Reuka, de president heeft zelf het licht gezien. Niet het licht in de tunnel waarover hij van, maar daadwerkelijk het licht
waarover we praten, over de juiste maatregelen te treffen, heb ik dus niet duidelijk gezien. Er worden zaken genoemd en benoemd die in feite algemeen in termen. Ik hoorde de president praten over een voorschot nemen op olieinkomsten. Weet je, met kapotte instituten gaat het niet werken. Het heeft niet gewerkt met die 1 miljard van bij de vorige regering die bijna verdampt is, omdat er sprake is geweest van kapotte instituten die men zo wil houden. Ik praat over een van de manieren om te voorkomen dus dat geld gaat verdampen, is dat je een goede anticorruptiewet operationeel hebt. 3 jaren zijn we intussen verder en men vecht nog met een staatsbesluit om die wet daadwerkelijk handen en voeten te geven. Wat gaat men doen? Last minute, wanneer in jaar 4 gaat men alles in place hebben en zeggen van hey, we hebben het gerealiseerd, die anticorruptiewetgeving, welke je in feite zou moeten zorgdragen dus dat geld niet verdampt. Weet je, met het nemen van een voorschot, daar staan we niet achter, omdat die instituten er niet zijn. Toch? Hetzelfde gaat gebeuren. Werken hier, werken daar, zodat gelden binnenkomen en die mensen, de financierders, in feite hun spaarpot worden versterkt, die ze uiteindelijk weer zullen uitgeven aan de campagnes van de politieke organisaties. Zijn er enkele zaken, want als je luistert naar het volk, dan zijn er enkele zaken die natuurlijk ze houden dat in de gaten, kijken naar de koers, de prijzen, et cetera. Maar er zijn sommige zaken die bij die overheid zitten, die geregeld moeten worden, waar men zich echt aan irriteert, erger dan. En dan praat ik over grondzaken bijvoorbeeld. Mijn vraag aan de president was, moet je dat niet een keer de durf hebben om dat heel grondbeleid, et cetera. Althans, beleid mag je maken van ruimtelijke ordening, et cetera. Maar dat werkelijk uitgeven van grond, dat proces, helemaal te professionaliseren en buiten die politieke sfeer te brengen een keer. En dat het niet afhankelijk is van een ministerie of dat er een show wordt gegeven van, kijk, we hebben zoveel beschikkingen uit. Nee, er is een procedure. En als je hebt aangevraagd, moet je binnen zoveel tijd. Het is geen gunst. Het is een uitvloeisel van een aanvraag. Is, krijgen of niet. Daar, et cetera. Dat zijn sommige dingen die je kan zeggen. Haal het weg van die politieke sfeer. Gooi het professioneel. En zo zijn er misschien enkele andere zaken. Ik noem bijvoorbeeld het feit dat we staan op een beurs in het buitenland. En we willen Suriname promoten als toeristische destination. Maar we zijn vuil als land. En het lijkt maar dat de instituten die moeten zorgen dus dat het schoon wordt, blijft, dat dat niet in staat. Maar we kunnen ook het heffen eigen hand nemen als samenleving. En zeggen, laat ons nu als stichtingen et cetera gaan zorgen dat we Suriname schoon houden. Als die overheid het niet kan. Dat is ons land. Wordt er daaraan gedacht binnen uw partij van hey, welke dingen moeten we weg uit die politieke sfeer? Wij zijn wel een politieke partij, maar hey, onomhangelijk politiek. Toch? Of we hebben het verknald. Geef het aan het bedrijfsleven. Geef het aan sociale organisaties om dat ding te gaan trekken. Oké. In feite is het koren op onze molen als we gaan praten over de rol van de overheid wat terugdringen. Terugdringen in de zin van dat je strategisch blijft doen wat je moet doen, maar uiteindelijk de ruimte overlaat aan de particuliere sector, maar aan het middenveld, maatschappelijk middenveld. Een van de zaken die men in principe zou moeten overlaten aan het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector, dan is het sociaal vangnet uitvoeren. Je moet het als overheid niet doen, omdat je in principe, je bent niet goed genoeg geworteld in de samenleving. Er zijn genoeg NGO's die heel goed werk doen, die je zou kunnen screenen en zeggen van, die zijn equipped om het sociaal programma uit te voeren. Dan zou je zien hoe succesvol dit programma zou lopen. Maar we willen eraan blijven hangen. Er moet wat aan de stok blijven kleven. Maar het is niet lekkere woordjes voor de verkiezingen. Ja, het is niet interessant genoeg. Zodra je geen geld kan maken als partij, als individu, dan is het niet interessant. Dat is de benadering. We hebben een aantal dingen hier genoemd die men niet zo gauw uit hun boezem wil geven. Ik praat over grond. Als het aan mij ligt, krijgt niemand zomaar grond.
grond, moet wat domeingrond, moet bij de overheid blijven. Want dat is in feite je asset als overheid. Ik ga ter beschikking stellen zodat je dat productief inzet. Maar ook de mensen die dat niet kunnen betalen. Het is ook niet hun... We hoeven niet richting eigendomconversie te gaan. We gaan richting... Het mag gewoon domeingrond blijven. Maar voor de doelen waarvoor die bestemd zijn, dat je dat gaat inzetten. Het feit dat men zegt van ja, je kan niet goed handelen als een grond domeingrond is, dat is niet correct. Gronden in grondtuur worden in feite, als we zeggen, zakelijk. Zitten er zakelijke rechten op en worden ook zakelijk verhandeld. Dus dat is geen issue. Als overheid moet je niet mensen rijker willen maken dan ze reeds zijn. Weet je? Zorg ervoor dat je bestemmingen hebt. Zeg van, hé, dit gebied gaan we gebruiken om woningen voor mensen te maken. We hoeven ook niet... duizenden gronden uit te geven. Waarom praten we dus niet over appartementsrechten? Waarom gaan we niet de hoogte in? Weet je, dat mensen op verschillende schalen, niveaus, dat je zegt van oké, dit zijn mensen die starters zijn om in gezinnen zulke type huizen, 4, 5, 6 huizen in één. Daar hebben we ook zo minder grond nodig, weet je. En dan ga je de rest van de grond inzetten voor productieve doeleinden. Het feit dat je grond uit handen wil geven, betekent dat je lost of income zal hebben. Weet je, terwijl je dat kan behouden als overheid en zegt van hiermee gaan we geld verdienen. Ja. Toch? Dus je ziet daar dat mensen weer wil bevoordelen. En over vuile. Het vuilen van het land, daar heb ik mij persoonlijk, sedert ik opgroei, mij druk over gemaakt. Mijn kinderen heb ik ook zodanig opgevoed dat ze niet vervuilen. Het is een cultuurding, toch? We moeten onze, en niet alleen cultuur, maar disciplinair. Op dat vlak wil ik wel rigoureus zijn, hè? Maatregelen treffen. Maar we durven niet, we houden ons met andere dingen bezig dan noodzakelijk is voor de samenleving. Heel disciplinair. Vraag aan de landen waar je terechtkomt en waar het super schoon is. Maar waar wij ook, als wij komen, niet vervuilen. Maar hier doen we het. Dus het gaat om een stukje cultuur, yeah. Maar het gaat ook om sanctie. En daar moet je rigoureus in zijn. Minom apmati, omdat misap ween, dan misie ween. Het is net als overtredingen in het verkeer. Ja. Is een kort ding. Een keertje heb ik een verkeersovertreding begaan. Omdat ik heb niet de juiste voorsorteren gedaan. Daarbij poelenpandje. Moet je in feite als je rechts wil afslaan, dat je uit is rechts. Ik heb links voor gesorteerd en ik moest en ik ben toch rechts gegaan. Er stond de politieagenda en me gestopt. En aangegeven, meneer Alfaisi, u bent verkeerd. U heeft verkeerd gereden. Meteen iemand daarvan, dat klopt. U moet doen wat u moet doen als politieagent. En ik heb een boete gehad, ik ben het gaan betalen. Toen ik die meneer tegenkwam, tot de dag van vandaag, groette hij me. Veel respect, weet je. En hij heeft dat verhaal ook doorverteld aan zijn collega. Dat ik heb gezegd dat ik beboet moet worden, omdat ik verkeerd heb gehandeld. Wat zou je doen als hij had gezegd? Ja, maar Alfa is ik heb hem niet eens de ruimte gegeven, want hij begon te lachen en te smilen. En zei van, meneer Alfa, u bent verkeerd. Ik wilde dat het voor mij ook zelf een les moest zijn. Zeg van, hey, volgende keer doe het ook niet meer. Dus daar moeten we naartoe gaan. Onze ambtenaren moeten we trainen en moeten we de cultuur gaan veranderen. Dus dat we geen grappen moeten maken over discipline. En dat is wat er gebeurt in andere landen waar we komen. En we vinden dat het schoon is en dat het mooi is en dergelijke. Zo zouden we verder moeten gaan. Nogmaals, zijn zaken waarop we diep moeten gaan nadenken als samenleving met elkaar, hoe we dat moeten aanpakken. Misschien enerzijds zou ik niet geliefd zijn als ik een rol zou moeten vervullen voor wat betreft de discipline. Omdat ik ook zo mijn kinderen opvoed. En ik ben blij hoe ze nu zijn. Ja. Vanwege die discipline die ik ze heb bijgebracht. Dat is hoe een vader des vaderlands moet dingen. Mijn manier van opvoeding noem ik
liberaal-conservatief. De dingen van de moderne dingen nemen we mee, maar de goede dingen van het verleden behouden we, ja, om een kinderen op te voeden. Dat is dezelfde manier waarop je in feite de Surinamers zou moeten opvoeden als vader des vaders. Ja. Om de zaken die je hier hebt genoemd, dingen die van onszelf uit moeten gaan, dat we niet te wachten hoeven te wachten op de regering, dat we dat moeten zelf moeten doen. Naar het tweede deel van het interview. De politieke partij waar u lering aan geeft, die zal sowieso meedingen bij de komende verkiezing. Ja. Het wordt another ballgame, campagne-wise, het kiesstelsel. Maar je hebt ook een groter, denk ik, een niet-politiek gelovige samenleving meer. Vanwege alles dat we meemaken, dat we hebben meegemaakt in het verleden met regeringen die schulden hebben gemaakt, en et cetera. Dat soort zaken maakt dat de komende verkiezing, qua campagnevoering, et cetera, qua presentatie, een hele other ballgame is. Als je kijkt naar ook wat technologie nu is, aan informatie komen is met een druk op de knop. Men hoeft niet meer te wachten op die massameeting om te weten wat je dingen lekken uit, et cetera. Hoe bereid doe zich voor op deze veranderende omstandigheid om toch impact te hebben, om uiteindelijk in een positie te komen waar je beleid kan gaan voorstellen? Belangrijk in deze is dus dat we nog aan het voorbereiden zijn. Het is een proces. Je bent niet klaar totdat de verkiezingen er zijn en achter de rug zijn. En dan ga je evalueren. We hebben natuurlijk geëvalueerd hoe we het hebben gedaan in het verleden. Daar zijn we dus niet content mee. Natuurlijk waren er omstandigheden die hebben gemaakt, dus dat het resultaat is die wij hebben gehad. Maar als politieke organisatie blijf je dus niet stilzitten. Een van de zaken wat voor ons natuurlijk duidelijk is, is dat je kan een heel mooie boodschap hebben, maar het moet de samenleving bereiken. Op allerhande manieren. En daarvoor heb je menskracht en financiële middelen nodig. En soms als je financiële middelen hebt, kan je de menskracht kofferen daarmee. Maar ook gebruik maken van de technologie en dergelijke. Voor ons, we hebben geen onuitputtelijke bron van finance. En daarom worden we kleine partijen genoemd. Hoewel we mooie ideeën hebben. Hoe we dat willen gaan implementeren. Belangrijk is dus dat we de samenleving moeten betrekken bij het bijdragen aan verandering. Bij het ondersteunen van doen. En ik zeg het hierbij. De samenleving moet ooit nu eindelijk durven om goed beleid of mensen met een... Niemand is perfect, maar als je op basis van track record kan zien dat mensen integriteit bij zich hebben, ja, een goed track record hebben bewezen in de samenleving waar ze staan en ze zitten in de politiek, want niet elke integer persoon durf zijn of haar nek uit te steken, maar ik durf en nog andere mensen durven, dan moet je bereid zijn daarin ondersteuning te bieden. Want anders ga je de resultaten niet krijgen die je zo graag wil en waarover je zoveel klaagt dat het niet verkeerd is. En dan ga je ook geen nieuw leiderschap krijgen en dan gaan we in een vicieuze cirkel blijven. Maar de strategie is dus dat we in feite de mensen moeten aanspreken om ons te supporten en andere progressieve partijen te ondersteunen om die middelen te krijgen. En daar hebben we natuurlijk wat concepten voor die ik nu even niet aan de orde zal stellen. Dus dat is sowieso een van de... Ja, maar hoe deal je met het feit dat ook anderen u voor zijn geweest die zeggen, dit wat we hebben gehad moeten we niet meer hebben. Kijk naar mij, ik heb dit. En uiteindelijk wanneer de persoon op die stoel komt en met macht omkleed is, dan merk je die verandering, dan merk je dat afstand nemen van het volk. En dan merk je dat zaken die toen principieel zijn gesteld op het podium totaal verdwijnen met allerlei redenen waarom het niet meer kan. Of dan is het partner, of dan is het mijn omgeving, et cetera. Wat maakt dat ook deze benadering van u een beetje scrutinized? Men kijkt ernaar en zegt van oké, okay, maar hoe je dit soort profiet die ik ba. En de mambo chara boskopu untouched. Okay. En kijk wat er is gebeurd. Maakt het nog moeilijker weer voor u? Het is niet makkelijk, maar voor mij niet moeilijk. Ik heb je al
in een eerder stadium, we hebben vaker gesproken, heb ik gezegd van, I got in fight. Ik ben in feite in fight om me aan te sluiten bij andere partijen die in de coalitie zitten of zaten, weet je. En ik heb geweigerd omdat ik weet dat if me go in a systeem dat die, dan word ik onderdeel van het systeem. En die mooie ideeën die ik heb, die ga ik loslaten als ik ga, want dan heb ik in principe mijn principe al laten varen. Omdat sommige partijen een bepaald cultuur hebben. Een cultuur van zweeftikkie, een cultuur van corruptie. Daarover hoeven we niet te discussiëren. Je loopt gewoon kring dat je ziet dat een partij en desma zijn we verbonden aan partij en de nog steeds verbonden aan partij. Dat is corrupt, gewoon corrupt. Een systeem en de heer Pululu naar corruptie. Ik kwam even in, want dan zou men zeggen, of I say I like it, wat je daar zegt. Mm-hmm. Maar hey, jullie hebben als toe ook zeer principieel toen campagne gevoerd tegen de NDP. Het had niet alleen te maken met die voorzitter, het had ook te maken met hun track record. Mm-hmm. Vanaf de jaren dat ze zijn op 87, eerste verkiezing, et cetera. De cijfers liggen daar. Mm-hmm. En toch hebben jullie samengewerkt, jullie hebben minister geleverd, et cetera. Hoe geef jij me de garantie dat je nu niet weer op gegeven moment wanneer je mijn stem hebt en in die positie bent, mm-hmm, weer ga afwijken even en zeggen van, ja, nou, maar dat toch morgen ook even naar de maat, want hoe geef je die garantie? Garantie, mi mofo taki wanosari, weet je? Sami olegheid wanosari. Dat is één. Ander ding is natuurlijk, we hebben onze lessen geleerd. Mensen, wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. Een van de zaken die we hebben geleerd, want we gingen ervan uit van toentertijd, hoewel ik dus niet in die koor zat en mede bepaalde, heb bepaald toen, maar we hebben erover gesproken nadat ik voorzitter ben geworden. Een van de zaken waar men van uitging, zei van, was man ook kan op een slechte inborst, zo man. Als we het land willen ontwikkelen, de wijze zoals we hebben gesproken, is het duidelijk van, hey, Dinsmassa, zij hebben fouten gemaakt, we willen uiteindelijk het land gaan ontwikkelen samen. En je wordt overtuigd, weet je? Ik weet niet of ik het naïviteit moet noemen, maar je wordt overtuigd om mee te gaan doen. Het blijkt dus dat je toch een verkeerde keuze hebt gemaakt. Je zal fouten blijven maken, maar maak niet dezelfde fouten steeds weer. Mensen hoeven dat niet te vinden, maar wij vinden wel dat we een heel sterke signaal en stap hebben gemaakt door twee dingen te doen. Door uit de coalitie te stappen. Wiens de mij tak wantra verhaal, want tramang, wiens de man bij dwanga ding, isabatori dat hij de mij tang, de mij begi, de mij tak van, if me dedegiu, flow gim chin so, weet je? En ze zijn gebleven tot het eind, toch? Maar dat hebben wij niet gedaan. We zijn van, boy, en Rokko, dat waren de afspraken die wij hadden gemaakt. Als het gaat om corruptie, als het gaat om de december cases, we zouden dat niet aanraken. Mekka proces vinden, gewoon in voortgang. Nik Ushitak aan rechterlijke macht die versterkt en hij roko. Dus unum fasasan dat hij. Anticorruptie, we beginnen vallen aan vanaf het begin. Maar zou je zien, ze begonnen meteen met corruptie en meteen met wetten gaan maken om in feite ervoor zorg te dragen. Dus dat de mij dwarsbloem aan proces. Toch? Dus dat was onze issue. We zijn eruit gestapt. Dat is een sterk signaal. Dat we kara minister van baas, uno de moro, stap ook eruit. Amane wan stap eruit. We hebben gezegd van, royeren. Die man is geroyeerd. Wat moet je dan doen? Ja. Wat moet je nog doen om te laten zien dat je nog in kern dezelfde principes draagt als partij? Geen enkele andere partij heeft dat gedaan. Als we daarvoor in feite veroordeeld worden, dan hebben we geen keus. Maar als men niet kan inzien dat dat een heel sterke signaal is naar van integriteit, dan hebben we daadwerkelijk een probleem, ja, in Suriname. Want fouten kan je altijd maken als je werkt. Dus dat is hoe ik zeg van, if me be one, als ik persoonlijk rijk wil worden, ja, en ik een corruptieve inborst had, dan was ik al lang
ergens anders. Weet je? Per ammonie is strooi, ja? Weet je, je wordt zo geregeld, nee, maar daar gaat het niet om. Ik denk aan de next generation, mijn kind, kinderen, weet je. Het is geen egoïstisch. Je hebt mannen die niks hebben en morgen superrijk willen worden. Weet je, wat is het proces om daar te komen? Weet je, om uiteindelijk stabiel te kunnen leven. Ik ben niet wat ik ben in één dag. Ik ben nu 52, toch? Maar dat proces wat ik heb doorlopen om hier te komen, heb ik moeten doorlopen. Door plannen, stapvoets geweest. En noamanoam ik aan dat is snel, quick money. En dat is het concept wat er is in de politiek op dit moment. Dus ik weet dat het niet makkelijk gaat zijn om mij te geloven. Maar er zijn meer dingen dan alleen Momofotaki. En de andere mensen die, waarvan we denken dat ze integer zijn. Dat we kunnen volgen van... Hey, Fawaka, Jaso, Amandisi, Usaba, Amandisi, Amang Fokop. Weet je? Dus ja. We moeten dus niet in zee gaan. Je zal een kans moeten nemen. Maar ga je een kans nemen om dezelfde mensen waarvan je al weet dat ze broeia zijn, dat je ze daar gaat zeggen, dat is op zijn resultaat. Weet je? Dus dat is wat ik kan zeggen daarover, als je me die vraag stelt. Ja. Goed, nog 2 jaren, regering Santokki Brunswijk. Er moeten wat zaken dringend gebeuren, heeft de president aangegeven in het interview. Onder andere moeten de mensen die vanwege die harde maatregelen uit de boot zijn gevallen, vanwege het niet simultaan gaan met afschaffen subsidies en dat sociaal programma, uiteindelijk moeten die mensen, daar moet naar omgekeken worden. Heeft Doe een sterk sociaal programma en dan één op basis van wetenschap ontwikkeld, op basis van in het systeem, maar ook modellen om eens uit het systeem te komen en niet altijd afhankelijk te zijn? Laat me aangeven dus dat een van onze speerpunten is het gezin. Ja? Omdat als je niet investeert in het gezin, heb je in feite de samenleving geen goed gedaan. Als je niet investeert in het gezin. Ik denk dat we, als we praten over sociaal programma, dat een sociaal programma geënt moet zijn op het gezin. Ja, en het zou niet maar uitmaken of je één ouder of dingen gezin hebt. Dus we praten over het gezin. En dat je een goede coach hebt. Vanuit een coachende rol. De sociale zaken moet zodanig ingebed worden met deskundigen. Het is niet iets van alleen maar voor zorgen dat mensen een steun krijgen. Want dat is het concept. Nee, sociale zaken moeten met maatschappelijke werkster, met zowel financiële mensen, met onderwijskundigen, om gezinnen te begeleiden. Om succesvol te kunnen zijn met hun kinderen, met hun gezinnen. Maar ook binnen hun huwelijk of in samenwonen, dat ze succesvol kunnen zijn. Maar ook de ondersteuning die je zou moeten krijgen financieel, de behoefte die er is, en dat je mensen met geld leert omgaan van oké, maar dit is wat we hebben en dit is de situatie, je krijgt support zoveel, jij brengt deze als bijdrage en wij gaan je ondersteunen op basis van het aantal kinderen wat je hebt. Dit is de weg. Dat is de beste manier om die algemene benadering. En dan weet je dus dat je op meerdere vlakken, als je daarin succesvol bent, dat je op meerdere vlakken direct de mensen die hulp nodig hebben, die in feite ondersteunt om er bovenop te komen. En daar heb je ook indicatoren per gezin, en als je dat gaat evalueren, of er progressie wordt gemaakt in dat kader, omdat je een aantal resultaten moet stellen wanneer je zo'n gezin begeleidt. Ja. Ja, die moeilijke situatie. En dan ga je zien of je progress vormt. Nochtans zeg ik, dat is niet helemaal uitgewerkt. Maar daar willen wij met andere Surinamers, en ik praat niet over doers, mensen van Doekader. We praten met andere Surinamers die over het systeem willen gaan nadenken. Hoe we dat verder moeten gaan ontwikkelen om daadwerkelijk succesvol te laten zijn. Hoe zorg je ervoor dat mensen die uit de boot zijn gevallen onderwijsvlak, dat je ze begeleidt, dat ze werk kunnen vinden daadwerkelijk. Dat ze de skills aanleren en dat ze de jonge mensen niet op de hoeken gaan staan om drugs te verkopen, ecstasy, omdat dat de enige manier die ze kennen, die ze weten,
om te kunnen surviven, terwijl de rest, een ander deel van de samenleving wordt verpest. Toch? Als je dat inpakt, heb je ook dat stukje van criminaliteit aangepakt. Dus het is een holistische benadering vanuit het gezin die je zou moeten oppakken. En daar willen we wat mensen gaan brainstormen, discussiëren over. Een van de zaken die ik wel wil aangeven is dat de benadering van doe nu is dat we denken niet eng in termen van ontwikkeling, we denken ruim. Wij zeggen, je hoeft geen doellid te zijn of doekader te zijn om in de partij te ondersteunen met expertise, met ideeën die we hebben om te ontwikkelen, want we hebben niet alle kennis in huis. Heel veel kennis hebben we niet in huis. Geen enkele partij heeft dat. En dat moeten we erkennen. Maar wat we hebben, wat we nodig hebben, is deskundigheid. En we beginnen bij ons in de partij en we geven ruimte aan buitenkader die niet van de partij hoeven te zijn om hun bijdrage te leveren in het uitdenken van zaken op verschillende gebieden. We zijn er al mee gestart en we gaan door. Wij hopen dus dat anderen die nu luisteren, dat ze zich gewoon aansluiten. Je hoeft geen lid van de partij te zijn, maar kom en support als je wil dat het beter gaat met Suriname. En ook als we in feite de kans krijgen om uit te voeren, gaan we ook kijken naar mensen die niet van de partij hoeven te zijn. Maar je moet een integer inborst hebben. Het maakt niet uit of je wit, groen, geel of paars bent, maar we gaan kijken naar je. Hoe zit je in de samenleving? Wat is je track record? Je kan soms skills hebben, maar je inborst is weary, weet je. En je reputatie is fuck up. Dus dan gaan we ook daarnaar kijken. Ja. Dus dat is die benadering die wij willen toepassen. Als je maar die vraag stelt van, hebben jullie? Nee, we hebben het niet. We hebben concepten. We hebben uitgangspunten die we samen met de rest van Suriname willen gaan uitwerken. Goed. Doe nodig de rest van Suriname uit. Doe wil samen met de rest gaan denken. Je hoeft geen lid te worden, maar je mag wel je bijdrage leveren. 100. Dat hoor ik u zeggen. 100%. Goed, dankjewel. Meneer Stephen Alfaisi voor het interview. We blijven de partij volgen. En kijken hoe de partij zal inspelen op de nieuwe omgeving, de nieuwe situatie rond de verkiezingen. En hoe de partij haar denken naar buiten zal brengen voor die samenleving op basis daarvan een keuze te maken. Dankjewel. Thank you very much. De voorzitter van Doe, Stephen Alfaisi, en zo spraken we een beetje breed met hoe denkt deze politicus over de ontwikkeling. We hebben gekeken naar de jaarreden. Gekeken naar wat de president als beleid heeft uitgestippeld, maar ook tegen de achtergrond van het eigen denken van deze politieke partij. U hoort het, doe nodig de samenleving uit om zo te gaan denken aan de opbouw van ons land. We gaan eruit voor deze aflevering van het programma To The Point. Goedenavond.